Nee, dit haar, ik weet niet. Even zeg eens over de buren. Hè? Ik ben een kinderwapen. Oh, fuck. Kom maar, Mappy. Kom maar. Wat wil ik zeggen? Het is onze laatste dag in dit dorp. In Langre. Langre. Kijk, het kan net hier. We gaan lekker even naar de bakker. En dan gaan we rijden naar het volgende dorp. En daar komt mijn broertje ook. Die is nu onderweg vanuit Nederland daar naartoe. Have you already left? Ja, I think so. You have to if you want to arrive at 5. Yeah. Unless you drive really fast like Max Verstappen. Mama. Ja, Moppie. Carlo komt nu, ja. Oh, Carlo. Hij doet sushi. Oh, yeah. Is het Carlo? Oh, die hooikoorts, volgens mij is dit gewoon een hooikoorts. Het is echt zo heftig. Ik heb nu vanochtend al 8 keer geniest. Jeuk, ogen. Oh, het wordt hier gewoon 27 graden de komende dagen. Dus ik heb gewoon het idee dat er weer nieuwe dingen in bloei staan. Je wordt mij niet klaar. Het is een lekker. Als je dit. Kijk, deze is dit. Heb je 2 of 2 of deze, hè? Ja. En de of de chocolade croissant? Of was het een of een chocolade? Oh. Pear of chocolade croissant? Ja. Kijk hoe mooi dit ook is. Deze spreekt mij dus heel erg aan. Heel klassiek. Too dark, too normal. Als je too dark. Oh, no problem. Ja. Yeah. Merci. Do you want a coffee or? Oh, no, you at home. Yeah. Yeah. We've got 2 left, right? Yeah. Yeah. Oh, hebben ze water? Ja. Yeah. Even wat aqua. Aqua. Aqua, please. S'il vous plaît. S'il vous plaît. I came down, you? Yeah. Yeah? Yeah. We moeten echt met grof geweld moeten we afgeremd. Van de red race. En wij lopen nu zelfs. So your vacation pace. We can't see snel. Can't see speed? Is ook. Ja. Yeah. Is ook afgeremd. Daar is ook met oorlog. Is je met oorlog. Laat het zien. Oh, mama, kijk. Leona. Ja. Fuck you. Mag ik helpen? Lekker, Moppie. Just an animal. Mijn kleine snoekje. Nou, Sydney is doodmoe. Witch is doodmoe, want het was weer een feestelijke nacht. Ik ben niet zo moe. Ze zit nog in denial. We gaan nu lekker rijden naar de volgende. 2 hours and 22 minutes. Can you tell them where we go first? So I'm here to tell you about our journey as of today. We've left Langres, Frankrijk. Nu verrijden naar. I don't know how to pronounce it. How do I pronounce it? Yeah, I also don't know. Tugrigadu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 gadadugadadugadadugadadugadadug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 ad
more words. Oh yeah, Sydney's saying where we're going first. Where are we going, Sydney? Yeah, the supermarket. We're actually going to a hypermarché. So it's like a hyper supermarket. And I'm really excited because I'm going to go and try and find as many Heinz products as possible. And I'm going to find my knife. You're going to find a knife? I told them about the knife. Oh yeah, the little skinny knife. Yeah, that worked so well. It's kind of like a fish knife, hey? But it isn't. But it isn't. Because it has teeth.
Yeah. So that makes it into a tomato knife and not a fish. Yeah, cool. We'll find one of those knives for you, babe. Yeah. We found a knife on our Germany trip years ago that we can buy for as presents for people these days. But we use them every day. Yeah. So yeah, I'm about to have a nap because I had a pretty shit sleep. And then yeah, supermarché, then Airbnb, then beer, gas, champagne noir, laughs, Menswache Carlo. How do I say? Is meeting us? Gompt. Gompt. Oh yeah, Gompt. And then yeah. For Koken, high and on some lekker eten, barbecue, Michigan and barbecue, and Sydney some lekker eten, and we just crave veggies, hey, like we love France, but the food is always so rich and so heavy, isn't it, hey? Yeah, we weren't able to manage to get vegetables in. Yeah, so we just go grill a bunch of veggies. Yeah, a couple of times we actually cook salads. Made salads because we just wanted something fresh and a little bit yesterday everything was shut, so that made us not eat vegetables, not many, there were not as much as we wanted. Yeah. Jeez, they're so stuck, you know, to rip them out. I hope you don't edit that out, you showing your vulnerability of having trouble with the ticket machine. Do you want to talk about it? Oh, I love it. Look, Dijon! Dijon! Ik wil er ook uit. We waren ook via de route maps op het verkeerd terrein. Nu zijn we bij eentje die daar vlakbij is. Dit was eigenlijk de eerste die we in gedachten waren. Oké, we gaan. Ja, ik wil dus eerst bij non-food kijken wat ze allemaal hebben. Misschien hebben ze die Stanley Cups hier wel. Hypermaché. Hypermaché. Nou. We moeten ons dansen. Nee, zo staan. Wachten. Ik had over jou opgezet, jij goed voor geweldig. Ik zit hier al bij wat chef à la maison. Dit lijkt mij toch niet dat dit de hele keukenafdeling is, want dit is te weinig hoor. Dit gaat het niet voor mij doen. Het zijn wel mesjes. Kijk, dit vind ik een leuke uitvinding. Je snijdt iets en dan kun je zo het water eruit laten lopen. Gewoon een serieuze kledingafdeling. Dit vind ik altijd fijn. Hè? I like these. You want them for your shorts? Badkamer deco. Oh, deze zijn cute. No. No. Uh-oh, dit wordt nog wat, jongens. Je kan het zelf vullen. Zelf bijvullen. We gaan nu richting de vegetable department. Hier zitten we dus helemaal in de botersnobisme. Want hier zitten wij dus helemaal zo van, oh ja, wat is allemaal lekker. Die boter uit Normandië, Bill Ritchie altijd, die hebben ze hier dus heel veel verschillende soorten van. Hier zijn weer alle leuke theedoekjes. Mama. Ja, Moppie. Leuke laarsjes. Leuke laarsjes, hè? No. Ze zijn allemaal te groot voor jou. Deze zijn wel mooi. Met eenhoorn. Ja, ik wil even. Je hebt al laarsjes. Je hebt die gele laarsjes. Het is helemaal interessant. Die BH's hier. Ja. Dit vind ik helemaal cute. Nou, en hier. Dit vind ik ook leuk. Deze. Toch hele andere dingen dan wat we thuis hebben. Mayo mix, which just got released at home in Pommerfritz. Richie werkt dus voor Heinz. En Gar van Sevitam en zijn reclame staat online. Ik ging een vlog kijken en toen kwam Richie's gemaakt. Dus hij heeft helemaal bedacht en uitgevoerd. Reclame voor Gar van Sevitam, 0 calorieën, 0 suiker toegevoegd, ja? Yep, trots op mezelf voor making market in national campaign for Kawasabitite. Ja. Kwali. Kwali.
Ja, ik vind het heel vet. Ik vind de modellen heel vet. Ziet gewoon heel cool uit. But I've also been looking at all my brands. Ja, dit verkopen zij dus ook. All the Benedicta range, all the Heinz. Look at all these flavors. You can get this in Holland now, but you can't get these mayo ones. Mix, dus ketchup en mayo, wat we natuurlijk altijd al doen, kan je nu ook in een fles kopen. All these awesome other flavors. But all these amazing Benedicta as well. Pas op, sorry. Excuse me. Excuse me. Good girl, Sydney. Excuse me. Miss you. Good girl, Sydney. Good. Oh, maar ik wil gewoon nu deze. Careful, Moppie. Careful. Ik wil die Benedictus Mayo Dijon. Waar is die nou? Yep. Dus we hebben lekker lunch voor nu. We zijn over 40 minuten bij ons huisje. We gaan even wat eten en dit is dus allemaal voor de komende dagen. Sydney is ook helemaal happy hier. Trekkertje. Oh, met een boerin? Oh, she look cute. Kijk, dit is dus onze tuin met een jacuzzi. Oud huis in the middle of nowhere. Het is echt een landweggetje, bijna onverhard. En dan heb je hier de keuken en boven, boven onze slaapkamers. En kijk, Sydney, hier is de badkamer. Zo gezellig. En allemaal volgens mij dus best wel. En laat me hier dan een poot op, woud op, zwemmen. Ja, zwemmen is jacuzzi, hè? Hier gaan we zwemmen. Ja, hier gaan we straks in zitten. Ja. Maar dit tuintje is ook zo lekker. Heerlijk in de schaduw. Nou jongens, de zucchini's zijn gaande. Richie is in zijn element. Sydney kijkt Frozen. Kijk, mijn broertje is ging het goed? Bonsoir, zwaar, hè? Ging het goed met jouw Istanbul zwaar? Ja. Hoe ging jouw autorit? Vlekloos. Ja, hè? Ja, dat was leuk. Carcar, hou je hout van autorijden, toch? Niet echt. Ik vind niet verdedigend of zo. Nee. Een snelle wagen. Ja, dat ja, gaan we hier een paar dagen chillen. Lekker weekend, toch? Lekker vakantie, toch? De dokters spreken in het Nederlands de hele dag, toch? Ja, jij bent met Rit samen met Sydney weer het opklimmen zo, hè? Unbelievable. Ja. It's great. Ja. It just hasn't stopped. Ik klik er niet. Hey, als ingenieur ben je nou trots op mij? Ja. Niet slecht, hè? Nee. Het heeft allemaal te maken met je statief, hè? Of de kwaliteit van je money shot niet is. Wat ik even wil zeggen, ik wil even een foto maken voor de groepsapp. Wil ik daar ook nog aan meewerken? En ik vraag wel veel nu. Ja, toch? Ja. Zit niet? Oké, kom maar. Even onderweg, mag zo verder kijken. Even voor de groepsapp. Jammy, para opa. Mm-hmm.